Jacques Polak, ja, de speelster stortte ter aarde na het laatste fluitsignaal. Sorry? De speelster stortte ter aarde na het laatste fluitsignaal. Ja. Ze hebben alles gegeven vandaag, maar het was niet genoeg. Nee, als je 1-0 verliest is het niet genoeg. Ja. Nee. Maar nogmaals, er valt niks te verwijten, joh. Want we hebben er alles aan gedaan. Ja, alleen ja, je bent de betere ploeg. Alleen je hebt niks. Ja, dat is zonde. Die strafschop, cruciaal moment natuurlijk. Nou, nee hoor, dat is niet helemaal cruciaal, want nee. Je kan op voorsprong komen. Maar je hebt ook mogelijkheden gehad om eerder op voorsprong te kunnen komen of later. Dus, maar ik zei net tegen je collega's, iedereen kan hem missen. Dus ja, daar valt niks te verwijten. Dat is onzin. Nee, het is een zure avond geworden, maar ik denk wel met opgeheven hoofd dat je terugkijkt op vanavond en misschien wel op het hele seizoen. Ja, nee, we hebben een prachtseizoen gehad. En er is ontwikkeling gezien, potentie. En ja, ik hoop dat we het gewoon voort kunnen borduren voor het seizoen. Ja, en dat we er weer wat van kunnen maken. Ja, je hebt die play-offs gehaald, hè, in de kampioenspool. Ja. Met de 3 topclubs eigenlijk, waar veel meer budget is. Dat is al een overwinning, dan ook nog de bekerfinale. Ja. Ja, dan is het toch een mooi seizoen met z'n allen. Ja, daarom zeg ik, van wij mogen echt wel met trots kijken naar een seizoen. Ja, alleen ja, goed, ik had het ze zo gegund. Hè, want ze trainen er keihard voor. En dat zal de tegenstander ook zeggen. Maar dit is gewoon zo'n jonge ploeg. Wat zo leergierig is. Maar ik ben zo verschrikkelijk trots wat we vandaag hebben laten zien. Aan de mensen. We hebben gewoon goed voetbal gespeeld. Ja, en daar ben ik gewoon ontzettend blij mee. En is dat ook nu al het gevoel wat overheerst, net na die wedstrijd? Ja, weet je, ik ben ook een jongen die gewoon goed kijkt naar. Je wil hem gewoon winnen, punt. Nou, die hebben hem niet gewonnen, maar dan moet je naar fase 2 kijken. Ja, wat heb je er al aan gedaan? Nou, ze hebben er ook alles aan gedaan. Hoe heb je die wedstrijd aangevlogen? We hebben alles gedaan om ze optimaal te laten presteren. Ja, en we hebben gewoon een puikenwedstrijd gespeeld. Alleen ja, je verliest.